Mike uit BB Vol Liefde vond in het programma niet de ware liefde. Ondanks de vele emotionele momenten en tranen bleek Noor niet de juiste match te zijn. Inmiddels lijkt het met zijn nieuwe vriendin echter heel anders te zitten. In een openhartig gesprek met RTL Boulevard vertelt Mike over zijn huidige relatie. Het paar ontmoette elkaar in een discotheek en er ontstond al snel een klik. Na een paar weken van contact stuurde zijn vriendin hem een berichtje met de vraag om opnieuw af te spreken. In plaats van avontuurlijke uitjes kozen ze ervoor om rustig samen te gaan zwemmen. Hun eerste gezamenlijke uitstapjes waren veelbelovend. Ze verkenden samen de bergen, wat hun band alleen maar versterkte. Volgens Mike verliep elke stap in hun relatie op een soepele en plezierige manier. Hij is zelfs zo overtuigd van hun toekomst samen dat hij al serieuze plannen heeft. Ik ben nu al zeker dat de kinderen met haar wil, vertelt Mike vol enthousiasme. Desondanks benadrukt hij dat hij momenteel volop geniet van hun tijd samen. We kennen elkaar nog maar drie maanden, dus het is veel te vroeg om definitieve stappen te zetten. Maar mijn houding is veranderd: van ik doe mee als mijn vriendin het wil, naar ik wil echt kinderen met haar. Mike kijkt met veel verwachting naar de toekomst en de mogelijkheden die deze nieuwe relatie met zich meebrengt.